De Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM, heeft per vandaag een nieuwe directeur. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de maatschappij is Clifton Linga aangesteld als directeur. Hij volgt Marlon Oosterling op, die vanaf januari 2016 de leiding heeft gehad over dit parastataal bedrijf. Tot zijn aanstelling als directeur fungeerde Linga als hoofd van de afdeling technische diensten binnen het waterbedrijf. Daarnaast gaf hij ook leiding aan een speciale werkarm binnen de organisatie ter verbetering van de watervoorziening in het binnenland. Clifton Linga is vanaf 2007 in dienst van de SWM.